eenmaal. Ja hoor, het is weer zover. Eindelijk weer eens een workout video. Even tussen het leren door had ik in één keer super veel zin om een video op te nemen. Dus dat ga ik ook doen. Het lijkt me ontzettend leuk om een keer een buikspierkwartier video met jullie te doen. Ik geef altijd buikspierkwartieren in sportschool. Maar dat kan ik natuurlijk ook prima met jullie doen. Tijdens het doen van de oefeningen geef ik aan wat we gaan doen. Dus we gaan niet per minuut werken, maar we doen echt gewoon samen, zoals ik in de sportschool ook buikspierkwartier geef. Het is trouwens bijna kerst, dus mijn kerstboom staat er en het is hier in huis echt zo donker, echt niet normaal. Maar volgens mij heb ik de lichtinstellingen wel redelijk gekregen en dat geeft ook een beetje extra sfeer. Maar goed, ik heb hier een stopwatch. Ik ga hem starten en we gaan een kwartier lang buikspieren doen. Als je buikspieren doet, train ook je onderrug. Hè. Doe niet altijd alleen maar buikspieren, maar doe ook je onderrug. Anders dan raak je een beetje uit balans wat betreft je lichaam. Maar goed, voor nu buikspieren. Ik zorg dat je in een kwartier helemaal klaar bent. Dus we gaan ook nog even rekken en strekken aan het einde. Let's get it started. Start het kwartier. Goed, kom liggen. Eerste oefening, crunches. Voeten dicht bij je billen, handen achter je hoofd. Kom op en terug. Op en terug. Op en terug. Op en terug. Je kunt er zelf een muziekje bij zetten als je dat fijn vindt. Ik merk dat als ik muziekjes op ga zoeken op YouTube, dat het toch niet zo hele leuke muziekjes zijn. En dat ik eigenlijk liever heb dat jij gewoon muziek opzet die jij zelf leuk vindt. Gewone muziek kan ik er niet onder zetten, want dat heeft te maken met de copyrights op YouTube. Blijf doorgaan. Op en terug. Op en terug. Op en terug. Oké, let op. We blijven bovenin. Korte stukjes. Op. 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 Ietsje sneller dan net. Span goed je buik aan. Kijk schuin omhoog. En ga niet aan je nek trekken. Op. 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 Deze workout kun je ook prima doen voor de tv. Hè? Zet lekker je kerstfilm aan en ga gewoon lekker kijken. Want het kan prima samen. Oké, weer terug naar singles. Let op. Laag en op. Laag en op. Laag. Op. We wisselen af. Eerst langzaam en dan snel. En op. Laag. En op. Heel goed. Kom op hoor. En op. Blijf je ellebogen naar buiten duwen. En niet aan je hoofd trekken. Je handen zijn alleen ter ondersteuning. Oké, die korte stukjes bovenin. Ietsje sneller. Op. 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 Blijf schuin omhoog kijken. Dus niet richting je knieën. Dan is je nek veel meer aangespannen. Schuin omhoog. Probeer te ontspannen. Dat je last krijgt van je nek tijdens buikspieroefeningen is logisch. Tenminste, dat had ik ook in het begin. Ook dat train je langzamerhand sterker. Kom op. 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 Nog 16, 15, 14, 13, 12... 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, benen in kleermakers zitten. We leggen het accent iets meer onder op de buikspieren. Handen achter het hoofd, op en terug. We gaan door in de crunches. Heel goed. We hebben 2,5 minuut gehad. Gaat super. Op en terug. Blijf gaan omhoog kijken. Niet aan je nek trekken. Schouders komen niet meer helemaal op de grond. Dus je gaat niet meer helemaal liggen. Maar korte stukjes. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Oké, snel bovenin. Op. 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 Kom op, gaat goed. Blijf naar het plafond kijken. Kan het niet vaak genoeg zeggen. Ga niet naar je knieën kijken. Want dan krijg je sowieso een zere nek. Kom op, 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 op. Nog 16, 15. Nog 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2. Weer singles, op en terug. Grotere range, langzamer tempo. Zometeen nog één keer snel en dan gaan we naar een volgende oefening. Hou vol, hou vol. Op en terug. Op en terug. Heel goed. Super.
Nog 4. Nog 3. Nog 2. En snel komt hij bovenin. Op. Op. Heel mooi, heel mooi. Hou vol, hou vol. We zijn er bijna. Dan een andere oefening. Je voelt die verzuring in de buik. Kom op. 16, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Oké, je legt je handen onder je billen. Als je rust nodig hebt, dan is dat prima, hè? Neem dan gewoon je rust. Je benen gaan omhoog en omlaag. Let erop dat je rug recht blijft. Ik wil geen holle rug zien. Niet dat ik je kan zien, maar je snapt wat ik bedoel. Laag en omhoog. Je hakken mogen net niet de grond raken. En let er dus op dat je rug niet holler wordt. En met niet hol bedoel ik niet holler dan normaal. Mijn rug is van nature iets hol. Die holling mag je wel krijgen. Maar hij mag niet holler worden dan normaal. Doen we nog 4. Nog 3. Nog 2. Oké, en houd beneden vast. Houd vast. Voor 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Oké, dan gaan we weer omhoog. En omlaag. Kom op, blijf doorgaan. Omhoog en omlaag. We pakken alle delen van de buikspier mee. Het is trouwens niet zo dat je alleen de bovenkant of alleen de onderkant kan trainen. Dat is echt onzin. Je pakt altijd de hele buikspier, maar je verlegt het accent wat naar boven of naar beneden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En houd hem weer vast beneden. Kom op, hou vast, hou vast. Voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En dan gaan we weer. Nog 1 setje. Kom op. We zijn al ruim 6 minuten bezig. Gaat hartstikke goed. Op en terug. Op en terug. Op en terug. Heel mooi. Houd die rug recht, hè. Geen holle rug. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2. En houd nog 1 keer laag. Hou laag, hou laag. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Zet je voeten weer dicht bij je billen. Als je rust nodig hebt, dan neem je het rekje even uit. Als je kunt, ga je mee door. Je brengt een elleboog naar een knie en een knie naar een elleboog. En andere kant. En midden. Wissel, midden. Wissel, midden. Als dit te zwaar voor je is, doe je alleen je armen. En terug. En terug. Kijk schuin naar voren. Je elleboog gaat richting je knie. En terug. Als je dus kunt, ook je knie naar je elleboog. We trainen hiermee ook meer de schuine buikspieren. Heel goed. We gaan hem zo meteen nog ietsje zwaarder maken. Als dat niet lukt, dan ga je gewoon weer terug naar deze oefening die we nu doen. Tik en terug. Tik en terug. Tik en terug. Oké, voor wie kan. 1 been uitstrekken en de andere elleboog naar de knie. De bicycle crunch. Heel goed, heel goed. Wissel. 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 Hoe lager het been, hoe zwaarder. Dus wil je hem lichter maken, schop je andere been iets verder omhoog. Dat kan ook. Kom op, kom op. Denk aan al die lekkere dingen die je gaat eten met kerst. Extra motivatie. Kom op. Laatste paar. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Heel goed. Even ontspannen. Super. Oké, dan kom je op je zij liggen. 1 hand voor, andere richting je tenen. Je komt op en terug. Op en terug. Op en terug.
Heel mooi. Ook weer schouderbuikspieren. Kom op. Heel mooi, heel mooi. Op en terug. Op en terug. Heel goed, hou vol, hou vol. Oké, bovenin, korte stukjes. Op, op, op. Dit is zwaar. Probeer niet te veel te steunen op je elleboog. Haal hem uit je buik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En weer singles. Laag en op. Laag, op. Supergoed, supergoed. Hou vol. 8, 7, 6, nog 5, 4, 3, 2, nog eentje. Heel goed. Oké, we gaan naar de andere kant. Zelfde ronde. Ik hoop dat jullie nog een beetje kunnen zien. Het wordt echt steeds donkerder. Het is 12:30 'smiddags. Het is gewoon donker. Op en terug. Ik kijk zo uit naar de zomer. Dan kan ik weer gewoon filmen zonder dat ik ben na hoef te denken over hoe donker of hoe licht het vandaag zal zijn. Heel goed. Al dik 10 minuten bezig. We gaan nog 4 minuutjes door. En dan gaan we rekken en strekken. Kom op. Hou vol. Op en terug. Op en terug. En terug. Hou vol, hou vol, hou vol. Je voelt dit echt meer in je taille. Echt meer die schuine buikspieren. 4. 3. 2. Blijf hoog. Korte stukjes. Kom op. Korte stukjes hoog. Hou vol, hou vol. Op, op. Op, ook weer niet te veel druk op je elleboog. Hou jezelf in de gaten. Heel mooi. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oké, helemaal op en terug. Op en terug. Op en terug. Super hoor. Hou vol. Kom op. Op en terug. Op en terug. Nog 8, nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super goed. Oké, kom overeind. Kom zitten op je billen en we gaan balanceren. Balanceren. Rug is goed recht. Geen bolle rug. Duw je borst vooruit. Rug recht. Schouders laag. Kom op, controleer jezelf. Hou dit vast. Hou dit vast. Gaan we timer er even bij. Blijf zitten, blijf zitten. Kom op, kom op. Dit doen we nog 30 seconden. En als je kunt, laag en op. Laag en op. Voor de gevorderde. Kom op, kom op. Werk voor die strakke buik. Hou vol. Nog 15. Kom op jongens, zijn er bijna. Laatste loodjes. En op. Laag en op. Laag. Nog 5. 4. 3. 2. 1. En ontspan. Heel goed. Oké, kom liggen. Hand boven je hoofd. Helemaal lang. En crunches. Op en terug. Maak je lang. Je handen boven je hoofd. Je mag je handen niet zien. Als je het prettiger vindt, mag je ook je voeten dichterbij zetten. Hierna hebben we nog maar één oefening. Korte stukjes, kom op. Op, op, op. Hou vol, laatste. 20, 19, 18, 16, 12, 10, 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super jongens. Oké, kom overeind. Laatste oefening. De mensen die wel eens buikspieroefeningen doen bij mij, weten het. De plank is meestal mijn laatste oefening. We doen 1 minuut de plank. Oké, kom staan. Ellebogen en tenen. 1 minuut. Daar gaat hij. Let erop dat je billen in één lijn zijn met je schouders en je enkels.
Heel goed. Blijf staan, span je buik aan. Als je hem echt niet meer houdt, ga je verder op je knieën. Dan zet je je knieën op de grond en hou je hem gewoon vast. Kom op. Je kunt het, je kunt het. Nog een halve minuut, jongens. Kom op, kom op. Blijf staan, blijf staan. Schouders duw je weg van je oren. 20 seconden. We zijn er bijna. Kom op. Nog 10. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Kom zitten met je billen op je hakken. Maak je lang. En ontspan. Kom dan rechtop zitten. Pak je handen achter je benen. Maak je hol. En voor en maak je bol. Draai je schouders nog even los. Dat is wel even lekker naar die plank. Naar voren en ook naar achter. Oké, en dan super goed gedaan. Dit was een kwartier buikspieren. Top dat je mee hebt gedaan. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Subscribe ook even op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En je krijgt alle video's te zien die ik upload. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doei!